De grote stroom naar het Olympisch Stadion in Amsterdam begon al om 2:30. 2 uur voor het begin van de voetbalwedstrijd Nederland-Oostenrijk. Buiten de muren was het om die tijd ook al bijzonder druk. Voor weinig geld werden nog verschillende toegangskaartjes van de hand gedaan. Al trachtte de politie deze handel te verijdelen. Om 4:30 waren er 65.000 mensen in het stadion. Die 65.000 waren nog maar een tiende deel van het aantal mensen dat er graag had willen zijn. Om te zien hoe het Nederlands elftal revanche zou nemen op Oostenrijk. Revanche voor de onverdiende nederlaag die Oranje in mei van dit jaar in Wenen leed. De geladen sfeer kwam al tot uiting voor het beginsignaal. Oostenrijk liep snel van stapel. Binnen 15 seconden plaatsten de Withemden de bal achter keeper De Munk. Maar scheidsrechter Ellis, die een der Oostenrijkers buitenspel had zien staan, keurde het doelpunt zonder plichtplegingen af. De nerveuze toeschouwers konden pas wat verademen toen een vloeiende combinatie tussen Rijvers, Lenstra en Wilkes, die resulteerde in een fraaie kopbal van Abe, het bewijs leverde dat de Oostenrijkse verdediging zeker niet waterdicht was. Onmiddellijk hierna wilde het publiek de opgekropte spanning wel afreageren bij een overigens niet zo ernstige botsing tussen middenvoor Butsek en keeper De Munk. Tussen het publiek zat de veel omstreden Oostenrijkse speler Robert Dienst, die op het laatste ogenblik niet was opgesteld. In de 28e minuut van de eerste helft opende Oostenrijk de score. Uit een snelle aanval over rechts kwam de bal bij aanvoerder Hanapi, die De Munk met een laag schot passeerde. In de resterende speeltijd probeerde Oranje van alles om de gelijkmaker te scoren. Eenmaal werd de Oostenrijkse verdediging wel bijzonder in het nauw gebracht, maar het bleef 1-0 tot de rust. Na de hervatting bleek het Nederlands elftal heel wat vrijer te spelen dan in de eerste 45 minuten. Een snelle ren van Wilkes bijvoorbeeld stelde Lenstra tot een schot in staat dat Happel nog maar juist van richting kon veranderen. Toch bleef de Oostenrijkse ploeg technisch de meerdere van Oranje. En verschillende malen ontstonden er benauwde momenten voor het Nederlandse doel, dat echter door De Munk met groot elan verdedigd werd. Maar Nederland kwam telkens weer terug en in de 16e minuut met succes. Een combinatie tussen Van der Kuil en Rijvers bracht de bal bij Lenstra, die met de gelijkmaker het stadion in extase bracht. De Oostenrijkers waren de teleurstelling over dit doelpunt weer spoedig te boven. En dat betekende gevaar voor de Nederlandse achterhoede. De spanning in het stadion bereikte nu een hoogtepunt. In deze explosieve sfeer ontstond grote deining toen Van der Kuil wat te fors tegen keeper Schmid aanliep. De Oostenrijkers namen dat niet. Het publiek vond dat Schmid zich aanstelde en liet dat duidelijk horen. Scheidsrechter Ellis hield de touwtjes echter stevig in handen. Alles liep tenslotte met een sisser af. Alleen wandelde Schmid wat moeilijk naar zijn doel terug. De Oostenrijkers bleven aanvallen. Butsek miste een kans. Rechts binnen Zenikovic dacht even later dat de scheidsrechter misschien wel zou optreden als hij maar flink over de kop duikelde. Maar Ellis reageerde zelfs niet. Nederland, dat moest winnen om een kans te behouden op een beslissingswedstrijd, bleef moedig doorgaan. En verschillende malen trok de voorhoede met snelle aanvallen naar de andere kant. Uit een voorzet van Rijvers kreeg linksbuiten Carolier de bal prachtig vrij. Maar tot 2 maal toe faalde zijn schot. En toch zou de revanche nog een feit zijn geworden als Lenstra niet in de laatste fase van de wedstrijd een mooie kans gemist had. En zo bleef het dus 1-1. Een te waarderen resultaat dat echter niet voldoende is voor de deelneming van Nederland aan de wereldkampioenschappen 1958 in Zweden.